Wat is jouw naam? Tobias? Ik maak mij een beetje zorgen, Tobias. Er hoort altijd iemand in de buurt te zijn. Mag ik je vragen waar je woont? Ik ben Angela. Ik ben nieuw in deze wijk. Mag ik even binnenkomen? Is het wel verstandig dat hij zo alleen buiten is? De buren houden toezicht. Oh? Ik vertrouw de buren. Waar is je man? Dat ligt ingewikkeld. Oeps. Domme vraag. We waren te jong. Denk ik. Maar het is goed zo. Gelukkig waren de buren er altijd. En die houden een oogje in het zeil. Lekkere koffie. Ik heb een eigen zaak. Angela's koffiehuis. Verderop is er een koffieshop. Maar ja, dat is natuurlijk iets heel anders, hè? Maar wat mij opviel was de naam. Connie's Coffee Corner. Dat is net zoiets als Brams broodjes. Benno's boerenkaas. Bouwmarkt Bob. En allemaal hebben ze een naam te danken aan hun oprichter. Dat is slim. Ja. He? Wat doet u voor beroep? Ik ben directeur van een crematorium. Is daar iets mis mee? Nee, het is niet alledaags. Voor mij wel. Sterker nog, ik gebruik het pand naast de officiële werkzaamheden ook voor mijn eigen projectjes. Zo'n donkere bus
zo claustrofobisch. Bovendien. Hij moet plaats maken voor een nieuwe inwoner. Heb ik jou al verteld dat Tobias een zeldzame naam is? Stel dat ik de enige ben die zo heet. Ik haal koffie. Tuurlijk! Waarom zouden we tegenwoordig bekers gebruiken? Wil je koffie? Voordat ik een misdrijf pleeg, wil ik dat mijn slachtoffers goed geïnformeerd zijn. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de as? Om te voorkomen dat zijn naam op een grafsteen verschijnt, strooi ik deze uit over mijn terras. Dan groeit er geheid onkruid. Ik ben toch geen biefstukje? Waar is mijn zoon? Dat zou je aan de buren moeten vragen. Ik weet iets om jou op te vrolijken. Jij schenkt de koffie. Ik snij de cake. En terwijl jouw zoon een ritje maakt in zijn kistje, luisteren wij naar een knetterend vreugdevuur en proosten wij op een nieuw hoofdstuk. Eind goed.
al goed. Je had het ons allebei een stuk makkelijker gemaakt als je hem een andere naam had gegeven. Jij bent een mooie vrouw. Van buiten. En? Van binnen? Marcus? Was het jouw idee, hè? Om hem Tobias te noemen?
vuur en de toezicht. Ik heb het bedankt. Kijk eens naar buiten. Je was op tijd.